Het is rond 11 uur 's morgens als de verkeerspolitie bij Bilthoven de A27 opdraait richting Almere. Op dat moment raast een grote witte Mercedes voorbij. Je mag hier 100, maar dat vindt de bestuurder van de Mercedes GLE blijkbaar onzin. Hij rijdt veel harder en het lijkt er sterk op dat hij zijn rijbewijs kwijt is. Uit de kentekencheck blijkt het om een huurauto te gaan. Even verderop moet de politie de zeilen opnieuw bijzetten. Het gaat nu tegen de 200 km per uur. Dan moet de Mercedes op de rem. Hij lijkt te kijken of er rechts ruimte is. Maar dat valt tegen. Zodra de weg vrij is, gaat het gas weer op. Inmiddels loopt de snelheidsmeting. De meting komt uit op een gemiddelde van 166. Gecorrigeerd is dat 60 te hard. Einde rijbewijs dus voor deze bestuurder. De man achter het stuur krijgt een volgteken. Hij volgt en wordt aan de kant gezet in Hilversum. Gevraagd wordt wat de reden is van zijn rijgedrag, maar hij wil geen verklaring afleggen. Hij krijgt een boete voor de snelheid en zijn roze kaartje kan hij ter plekke inleveren. Hij zal iemand moeten bellen om hem op te halen. De auto kan dan linea recta terug naar de verhuurder.